De ambulancedienst heeft er een nieuwe wagen bij en dat is een hele speciale. We gaan met deze voertuigen geen mensen vervoeren. Hoewel het er wel uitziet als een ambulance, maar het is echt een voertuig om ambulancepersoneel ter plekke te brengen. Met hulpverleningsmateriaal en een hulpverleningstent. En eigenlijk bedoeld om als er heel veel slachtoffers zijn en de afvoer vertraagd is omdat we nog niet zoveel ambulances vrij hebben kunnen maken om dan de mensen op locatie al de maximale zorg te kunnen bieden. Speciaal voor ongelukken met veel slachtoffers zoals frontale treinbotsingen, explosies, instortingen en megabranden. Rampen dus. De hoeveelheid slachtoffers is dan te veel om allemaal tegelijk naar ziekenhuizen te brengen. En in deze auto zitten alle materialen om op locatie een soort noodhospitaal te kunnen creëren. Dan gaan we ziekenhuizen vooraf informeren. Dan gaan we medische teams ter plaatse laten komen met helikopters. Dan ontstaat er een situatie waarin gewoon heel veel wit, de auto's zijn wel helemaal, we noemen dat wit. De witte kolom wordt dan maximaal opgeschaald. En dan proberen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen in zo snel mogelijk tijd in ziekenhuizen te brengen. Alleen het probleem is dat het aantal ziekenhuizen in Nederland neemt natuurlijk ook af. Dus we zullen wel steeds verder moeten rijden met de zware wonden om ze dan ergens om te kunnen brengen. Dat is wel nog een uitdaging voor de toekomst. Voorheen werd er bij dit soort calamiteiten altijd, voor alle soorten slachtoffers, van de zwaargewonden tot aan degene met de snijwondjes, samengewerkt met het Rode Kruis. De samenwerking blijft, maar de slachtofferverdeling verandert. Wat in ieder geval helder is geworden, dat de ambulancedienst die gaat zich bezighouden met dat waar ze het beste in zijn, namelijk de zorg aan de zwaargewonden. Wij noemen dat de T1 en de T2 slachtoffers. En in het oude model waren we ook heel druk met de T3's, dus de lichtgewonden. En dat schoot er ook wel eens bij in, want dan ging toch de aandacht naar de zwaargewonden uit. En de lichtgewonden die vielen tussen wal en schip. En met het nieuwe model focust de ambulancedienst op de T1's en de T2's, dus zwaargewonden. En het Rode Kruis, wat ook een noodhulpvoertuig krijgt, maar dan in dit geval een witte en wat ander materiaal, die gaan zich vooral richten op die lichtgewonden. Dus het haalt de druk af van de ambulancediensten. En dat is wel denk ik het verschil met de oude situatie. Het nieuwe calamiteitenvoertuig en de nieuwe werkmethode gaat in vanaf 1 januari. Vandaar dat de wagen op de beelden nog niet volledig is uitgerust.